allemaal en fijn dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik kom net lekker uit de douche, want ik ga vandaag iets superleuks doen. Ik ga naar de Kennel Pride, als ik het zo goed zeg, naar de Kennel Pride in Amsterdam. En ik was eigenlijk uitgenodigd door TikTok om op zo'n boot te gaan staan. En ik ga gezellig met andere mensen, wordt heel erg leuk. Thomas en Rutger zijn er ook. En ik dacht, waarom niet? Wat leuk, gezellig. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus Thomas en Rutger zeiden al van, ja, het is echt waanzinnig. Maar ik heb eigenlijk echt helemaal geen idee. Dus ik ga het nu meemaken. En ik dacht, gezellig, leuk, why not? Dus ik ga me opkleden en eten. En dan moet ik over een uurtje naar Amsterdam toe. Weer zitten. Het gaat wel regenen. Ik had gisteren deze leuk gekocht. Maar ik ga hem niet aandoen. Ik weet niet waarom. Ik ga denk ik aandoen wat ik aan had bij de bruiloft van René. Vorig jaar. Was dit minty blouseje. Deze witte... Nee, ik had een andere broek volgens mij. Een witte spijker. Maar deze is wel lekker. En dan met die schoenen met die Nike logo in deze kleur toevallig. Dus ik denk dat ik dat aan ga trekken. Ik weet het echt niet. Een nieuwe trein, dames en heren. Wauw. Oh my god, je kan finally opladen. Oké, en ik loop door Amsterdam en ik zie iedereen al helemaal verkleed en gezellig en leuk. En het is wel echt een vibe of zo. Ik ga nu richting Thomas en Rutger, want ik had met hun afgesproken. Het is echt gigantisch druk overal. Oh my god. Thomas? Ja? Ik heb er zin in. Leuk, hè? En dit ook. Nou, daar is de boot. Daar is de boot, ja. We zien jullie er trouwens waanzinnig leuk uit. Ja, jongens, kijk, we zijn nog gematcht. We moeten opschieten, de boot. Oh, ja. Oh. Jongens, wat een gezelligheid. Moet je kijken, hier een soort cactus. Je hebt allemaal leuke kostuums van mensen. Oké, we zijn er, jongens. Nou, er wordt hier van alles. Je kan hier allemaal make-up en dingen. En nou, helemaal top. En hier wordt iedereen eigenlijk, ja, komt iedereen eigenlijk een soort van bij elkaar gewoon. Ik heb alweer wat eten gevonden. Ja. De croissantjes liggen hier. Ja, heel erg. Ik pas op je ontbijt. Pas jij erop? Misschien dat ik wel iets eet. Ja, mag hoor. Ja, nee, het is echt super gezellig. Oh. Het zijn een soort meer waard. Ja, een soort druppeltjes. Heel mooi, JC. Mooi? Ja, joh. Wat? Ja. Ze wijzen allemaal naar beneden. Oh. Oh nee, die is zweet! Nee! Ah, oh, wel recht doen hoor. Ja. Wacht, dit is best leuk toch? Kijk eens die kant op. Wauw. Eigenlijk moet je nog... Nee. Oh nee, ik heb de plakrand eraf gehaald. Heel goed. Oh nee, ja, het kan. Oh. Eigenlijk moet je nog bezig. Wauw. Het is best leuk. Je moet hem even recht doen. Ja, jij. En als je nou... Nee, nu ga je te ver. Nee, nu moet je stoppen. Ja, zeggen, deze op je neus. Nee. Oh, dat is wel leuk. Zo'n piercing. Die wil ik eigenlijk ook. Er zit nog een draad aan. Oh, maar het is heel erg. Nee, dit is leuk. Ja. Jongens, we lopen nu naar de boot. En... Nee, oh god, ik val gewoon van de... Van die afstap. Nou ja, en het is natuurlijk de TikTok-boot waar we op staan. Nummer 64. Erg gezellig. Hoe ze die boten aankleden vind ik wel erg tof. Als je daar ligt, dan val je zo het water in. Ik film met mijn telefoon, hè, lieve allemaal. Want het is zo niet te doen met zo'n camera weer. In het water valt het straks allemaal. Dat moet je niet hebben. Kijk eens hoe leuk. Oh, dit is de TikTok-boot. Oh, die is heel tof. Erg leuk. Wauw. Kijk. Nou, gezellig. Leuk. Hier hebben we een lekker plekje. Oh, dit is echt vreselijk. Oh. Hij is zo groot. Ja. Nou, jammer hè. Jongens, dit is echt daadwerkelijk vreselijk. Iedereen met paraplu's. We gaan. Finally. Kerstkaartje. The fact that I'm wearing my Birkenstocks right off the boat from MPO. We're gonna dance a lot to cover my leg hairs up, and we're gonna make a party like no one before, because TikTok, can we do it? Yeah! This is also
welcome to the Great Improvisation Show. My name is Miss Dasha, and of course we are ready for you for a big party with the performers of Milkshake Festival. Zo intens. Ik ben helemaal gaar. Het was super leuk. Echt heel veel indrukken. Maar ik ben echt gesloopt. Ja, even snel maar bij de McDonald's wat gehaald. Ik weet het anders ook niet. Fun fact: ze hebben ook een Big Mac, maar dan kip. Ik was echt in de trein in slaap gevallen. Oh mijn god. Dus, maar ja, ik heb het gehaald. Ik ben bijna thuis. Ik ben echt aan het nagenieten. Ik vond het echt super, super gezellig. Met Thomas en Rutger ook vooral echt heerlijk. En ja, leuke stories allemaal op social media zie je dan van iedereen. En het is zo kleurrijk of zo. Dus het is zo gezellig. En het is zo grijs weer. Dus dat maakt het extra leuk. Het enige minpuntje was echt de muziek op ons boot. Nou, echt. Het was echt. Ik vond het echt vreselijk. En er zijn mensen die houden van bepaalde soorten muziek, maar ik, weet je, ik denk dan zo van, dan ben je met best wel een geselecteerde groep, doe leuke muziek, doe ook wel popper doorheen. Het was echt alleen maar, ja, ik weet niet wat voor muziek het überhaupt was, het was gewoon, ik vond het gewoon vreselijk. Ik dacht op een gegeven moment echt, nou, doe nou een leuk liedje. Weet je, dat je ook gewoon een beetje kan meezingen of zo. Het was geen meezingmuziek. Dat was het enige minpunt. Verder was het echt waanzinnig.
Bij ons in de wijk zijn ze helemaal irritant aan het doen met het OV. Dat gaat dus niet meer tot Den Haag Centraal. Dus dan rijden er nu steeds daar bussen. Dat stukje, dus het is de hele tijd zo druk overal in de wijk. Oké, ik ben thuis. Ik ga even de troep opruimen. Dacht ik ga toch maar even een kaarsje aansteken. Waarom niet? Het is gewoon echt super snert weer, dus het is super gezellig. Ja, en verder heb ik vanavond lekker niks op de planning. Ik ga gewoon chillen. Ga een theetje maken of zo. Ik heb er zin in. Ook vandaag op die boot. Wat een regen. Wat een regen. Nou, het is echt. Het was net herfst. Het is niet koud, maar het is gewoon die regen. Echt vreselijk. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ben ook naar YouTube gestrand op heerlijke meditatiemuziek. Dus dat zit ik nu gewoon lekker te luisteren. Kaarsen aan. En dan gewoon ondertussen een beetje opruimen of even op mijn telefoon. Gewoon echt rust. Zo fijn. Bedankt voor het kijken. Het was vandaag een gezellige dag, jongens. En ook een belangrijke dag. En morgen, dan gaan we gewoon weer zien wat dat voor een dag wordt. Tot morgen.